De Rotary Club Paramaribo Central huldigt jaarlijks een bijzondere Surinamer met de Rotary Vocational Excellence Award. Dit jaar is Dr. Marie Levens in aanmerking gekomen voor deze prestigieuze award. De onderscheiding wordt toegekend aan een Surinamer die zich binnen zijn of haar beroep uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt in het belang van de gemeenschap. Marie Levens heeft jarenlang een grote bijdrage geleverd aan het Surinaamse onderwijs. Volgens Danny Lefosang, voorzitter van het organiserend comité, is Levens getoetst op haar functioneren gedurende haar hele loopbaan. Dat onze huidige samenleving verlangt naar mensen die het goede uit het verleden koesteren. Maar zij hunkert tegelijkertijd naar mensen die de durf hebben om datgene wat onze ontwikkeling tegenhoudt los te laten. Tegen de achtergrond van de verantwoording van de sectorkeuze en het profiel van de laureaat hebben de presidents van de Rotary Clubs in Suriname de aanbeveling van de jury unaniem gesanctioneerd om de Rotary Vocational Excellence Award 2017-2018 toe te kennen aan mevrouw Dr. Marie Elisabeth Levens. Ik dank u. Ik voel mij heel vereerd om de Rotary Vocational Excellence Award 2018 in ontvangst te mogen nemen, zei Levens. Zij is dankbaar voor de grenzeloze support die zij van de gemeenschap heeft ontvangen. Omdat ik zoveel ontvangen heb, kan ik teruggeven aan hen die nu nog op onze helpende hand rekenen. Gedreven door de ongelijkheid die ik hier in Suriname en wereldwijd tegenkom, zet ik mij in om iedereen die kansen te bieden die ik zelf heb gehad. Voor mij begint werkelijke democratie en productie voor economische groei en welzijn voor ons allemaal in de opvoeding en in het onderwijs. Zoals de United Nations keer op keer voor ons berekend heeft, helpt elk jaar langer onderwijs kindersterfte en ziektes te verminderen, maar vooral economische groei door onder andere productie te verhogen. En het is aan de morele waarde die ik van huis uit meekreeg, dat ik besef dat wij moeten delen. Marie Levens, die in aanmerking is gekomen voor de Rotary Vocational Excellence Award 2018. De 24e awardceremonie vond plaats in de Royal Ballroom.